Welkom op een nieuwe video en welkom op mijn kanaal. Indien je nieuw bent, mijn naam is Robin Schindelka. Dit is een YouTube-kanaal waar ik mindfulness, gezondheid, spiritualiteit en onze zoektocht naar geluk op een heel leuke, toegankelijke manier bespreek. Ik heb morgen een examen, dus ik zou eigenlijk deze video niet mogen filmen. Maar omdat ik zo'n trouwe YouTuber ben, dacht ik ga het toch doen voor mijn trouwe kijkers die ook met examens zitten en misschien nood hebben aan een beetje luchtig tussendoor videootje. Dus ik heb vandaag met jullie een heel toffe video opgenomen over eigenlijk allemaal dagelijkse dingen die ik doe om mijn gezondheid keihard te boosten, om mij supergoed in mijn vel te voelen op gezondheidsvlak. Het zal niet veel met mindset te maken hebben vandaag. Het zijn echt praktische kleine dingetjes die ik doe. Zoals jullie waarschijnlijk weten, heb ik vroeger een eetstoornis gehad en al deze dingen zijn een beetje georganiseerd rond het hele feit van je lichaam te voeden, je lichaam te koesteren en krachtig te maken. En dat in contrast eigenlijk tot hoe ik vroeger was met afvallen en dat soort... en dat soort dingen. Dus vandaag geef ik jullie 5 tips. Ik neem jullie mee een beetje doorheen mijn routine, doorheen de dag. De dingetjes die ik doe om mezelf superkrachtig te maken en ook gelukkig op deze manier. Want lichaam en mind zijn helemaal samen. Dus als je een gezond lichaam hebt, is je geest ook veel beter. En dat is heel belangrijk, zeker nu met de blok, met examens, met alle coronastress die erbij komt. Dus let's go! Het eerste wat ik doe om mijn lichaam te boosten dagelijks is elke dag bewegen. Ik ben een hele loopfanaat, dus voor mij ziet dit er meestal uit als 10 kilometer gaan lopen. Maar soms kan dit dus ook de krachttraining zijn of iets anders. Gewoon elke dag zien dat ik tenminste eventjes gesport heb. Dit is super belangrijk, want we zitten nu zo vaak binnen dat buitenkomen echt cruciaal is. Dus daarom gebruik ik mijn sport meestal om als excuus om buiten te komen. Dan het tweede dat ik doe is een koude douche nemen. Koude douches zijn super super belangrijk voor je gezondheid. Hebben super veel effect op je lichaam, vooral na het sporten of tijdens een sporttrainingsschema of zo. Dus ik start mijn dag altijd met een koude douche in plaats van warm. Het is ook veel beter voor mijn huid. En ik geniet er gewoon echt keihard van. Het is altijd even heel moeilijk terwijl je eronder staat. Je moet vooral op je ademhaling letten, maar achteraf is het een zegen. Dan het derde dat ik doe, en dit is echt mijn lievelingsdeel op vlak van gezondheid, is mijn smoothie maken. Dit is hetgeen wat ik tegenwoordig elke dag eet. Een smoothie van frambozen, boerenkool, yoghurt en proteïnepoeier. Ik gebruik whey protein, dat is een natuurlijke proteïneversie. Heel lekker, geeft een beetje zoetener ook van de stevia. En ik gebruik Griekse yoghurt. Dan ga ik ook een banaantje pakken voor nog wat extra suikers en smaak natuurlijk, want banaan, wie maakt er nu een smoothie zonder banaan? Dan ga ik eerst en vooral yoghurt doen in mijn smoothie, omdat het anders de mesjes blokkeert. De reden waarom ik deze smoothie zo hemels vind, is omdat er letterlijk alles in zit, alle voedingsstoffen die ik 's ochtends nodig heb om mijn lichaam helemaal te boosten. Al mijn antioxidanten, mijn vitamine, mijn proteïne, mijn suikers, mijn gezonde vetten, alles zit erin. En die boerenkool die ik erbij doe, proef je niet eens, maar je hebt zo'n powerfood, dat ik gewoon na het drinken van deze smoothie me echt helemaal revitalized voel. Dan doe ik er ook nog mijn proteïnepoeier bij op het einde, maar hier ben ik vergeten te filmen. Die doe ik er dus hier gewoon nog extra in.
Dan het vierde dat ik doe elke dag om mijn gezondheid te boosten, zijn mijn voedingssupplementen nemen. Hetgene dat ik neem is omega 3, dat is visolie met eierschaalmembraan. Dan neem ik ook vitamine D en magnesium. Dit zijn de drie dingen die ik elke dag inneem. Voor een hele goede podcast die de voordelen van voedingssupplementen weergeeft, geef ik een linkje in de beschrijving. En last but not least moet je jezelf natuurlijk dingen gunnen voor je mentale, maar ook voor je fysieke gezondheid. Dit doe ik dagelijks met een stukje pure chocola, wat ook een powerfood is en u oprecht gelukkig kan maken. Dit was het voor de video van vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet zeker niet te abonneren als je meer van mijn video's wilt zien. Ik post elke maandag om 4 uur een nieuwe video. Geef deze video ook zeker een like, daar doet je een super groot plezier mee. En dan zie ik jullie super graag terug op mijn volgende video. Veel succes met de examens iedereen, nog veel liefde en licht toegestuurd en tot de volgende keer.